voorlopige einduitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van Almelo. En ik kan nu melden dat in totaal zijn uitgebracht 28 voorlopig, hè? 28.422 geldige stemmen. Dat opgekomen zijn 28.681 kiezers. En dat is een opkomstpercentage van 50,1. En daarmee hebben we gelukkig een bescheiden sprong gemaakt ten opzichte van 4 jaar geleden. Lokaal Almelo Samen heeft 3541 stemmen, 12,46% en 5 zetels. Het CDA 3970 stemmen, 13,97%, 6 zetels. D66, 1900, en het saillante detail, dat zijn 4 volle zetels en 2 restzetels, maar dat laten we straks nog even zien. D66, 1945 stemmen, 6,84%, 2 zetels. Partij van de Arbeid, 17,13%, 6,03, dus 6%, 1713 stemmen, zei ik, 2 zetels. De SP 1582 stemmen, 5,57%, 2 zetels. De VVD 4047 stemmen, 14,24%, 6 zetels. De ChristenUnie op 3 stemmen na, net zo groot als D66, 1942 stemmen, 6,83%, 2 zetels. De Partij Vrij Almelo, 1604 stemmen, 5,64% van de stemmen, 2 zetels. Almelo Centraal, 610 stemmen, 2,15%, 0 zetels. Leefbaar Almelo, 957 stemmen, 3,37%, 1 zetel. GroenLinks, 1539 stemmen. 4 jaar geleden nog een duizendtal minder zowat. 5,41%, 2 zetels. De PVV, Partij voor de Vrijheid, 2208 stemmen, 7,77%, 3 zetels. De Minima-partij, 632 stemmen, 2,22%, 0 zetels. Lijst Chette, 1271 stemmen, 4,47%, 1 zetel. En tot slot, Democraten.nu, 861 stemmen, 3,03%, 1 zetel. Het staafdiagram komt nu in beeld. Dat ziet er zo uit. Hier op het scherm, maak er een foto van, maak er opname van waar u ze voor wilt gebruiken. Dit is de voorlopige uiteinduitslag, de voorlopige definitieve zetelverdeling van de Raad van de Gemeente Almelo voor de bestuursperiode 2018-2022. En we hebben met tevredenheid kunnen vaststellen dat er in geen van de stembureaus problemen zich met het stemproces hebben voorgedaan. Er zijn in een klein aantal gevallen meldingen gemaakt van stemhokjes die verkeerd waren opgesteld. Dat is allemaal gecorrigeerd op die dag zelf. Maar wij kijken met elkaar terug op een voortreffelijk verlopen proces. Zowel van de stemming, maar ook van het bij elkaar brengen van de stemmen, het verwerken van al die stemmen. Dat is tot diep in de nacht, in de afgelopen nacht van woensdag op donderdag, doorgegaan. Wat op zal vallen is dat ten opzichte van de uitslag die afgelopen woensdagavond als voorlopig is bekendgemaakt, ook met de nodige voorbehouden telkens is gezegd, het is een voorlopige uitkomst en het kan niet. Je kunt daar geen rechten aan ontlenen, want hij moet vervolgens nog helemaal verwerkt gaan worden. Is dat er uiteindelijk een ruim 100 stemmen extra zijn geteld op de lijst 2 van het CDA. Dat heeft te maken met een voorlopige uitslag in het stemdistrict nummer 37. Een voorlopige uitslag, Erfrecht Noordik, waar per abuis bij het doorbellen naar het gemeentehuis niet is gesproken van 30 stemmen op het CDA, terwijl dat er 130 waren.
Dat leidt ertoe dat uiteindelijk het hoogste stemcijfer is terechtgekomen bij het CDA. Voor deze verkiezingen zijn opgeroepen 57.172 inwoners van onze gemeente. Die in Bornebroek, Adorp en Almelo gerechtigd waren om aan de verkiezingen deel te nemen. Daarvan zijn er uiteindelijk, moet ik eventjes spieken, 28.858 opgekomen. En met dat aantal is het opkomstpercentage bij deze verkiezingen 50,8% van de kiezers heeft de moeite genomen om te komen. Is de totale zetelverdeling dat lokaal Almelo samen 5 zetels behaalt. Het CDA 6, D66 2, Partij van de Arbeid 2, de SP 2, de VVD 6, de ChristenUnie 2, Partij Vrij Almelo 2, Almelo Centraal 0, Leefbaar Almelo 1, GroenLinks 2, de PVV 3, de Minima Partij 0, de lijst 14 opgeleid door Oertjette 1 en Democraten.nu 1. Zijn er bezwaren tegen de bevindingen van het Centraal Stembureau? Dat is niet het geval. Dan neem ik daarvan kennis en wij maken daar procesverbaal van op en ze daarvan tekenen. En wij zullen dat procesverbaal te kennis brengen van de gemeenteraad. En daarmee sluit ik de zitting van het Centraal Stembureau. Ik dank u wel hartelijk. De kruiddampen trekken weg en de uitslag van de verkiezingen is bekend. CDA en VVD zijn beide de grootste met 6 zetels. Wij gingen de markt op om de reacties van de Almeloers op te vangen. Ik heb op een lokale partij gestemd, dus ik vind dat belangrijk voor Almelo. Over het algemeen vind ik het belangrijk dat lokale partijen voorrang krijgen boven landelijke partijen. Omdat deze dicht bij het vuur zitten hier. En die landelijke partijen, ja, dat moeten ze mij daarna uitvissen, uitvechten. Dus dat is mijn mening. Ja. Mag ik vragen waar u op gestemd hebt? Jawel, natuurlijk wel. Sowieso op mevrouw. Dat had ik helemaal in mijn hoofd. En op CDA. Ik was tegen het referendum. Waarom? Ja. Ik vind het toch allemaal iets te weinig informatie die ons is gegeven. Ik ga ook geen 95 pagina's doorlezen, dus dan stem ik nee. Dan moeten ze voortaan, denk ik, beter informeren. En dan kan ik daar een meer overwogen keuze in maken. Dus dan zou ik daar misschien voor stemmen. Heeft de partij waarop u gestemd hebt gewonnen of verloren? Gewonnen. Ja. Mag ik vragen welke partij? Ja, de LAS. De LAS? Ja. Ah, ja. Waarom LAS? Nou, sprak mij meer aan. Hm. Ja. En ik denk dat lokale partijen iets meer kunnen betekenen voor de gemeente dan de grote partijen, denk ik. Zeg, heb je gestemd? Jazeker. Je moet altijd je stem niet verloren laten gaan. Zo is het. En mag ik vragen wat je gestemd hebt? Mag ook nee zeggen hoor. Ja, op mijn geloofsovertuiging. We zijn zo automatisch rooms-katholiek. En dat doen we altijd CDA. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen partij. Iedereen moet zelf beslissen wat ze wil. En we hopen dat ze allemaal goed doen met elkaar. En ze moeten allemaal samen één band zorgen, één familie met elkaar, dat is het beste. Heb je nog een mooie slogan voor de markt of voor Almelo? Ja, wees wijs, wees wijs, wees maar niet eigenwijs. En wees raad, maar daad, stem op je eigen partij. Dank je. Bloeit een wit bloempje daar ginds op de hei. En in de maand mei is de winter voorbij. Goed, een speciaal welkom voor Wopke, Wilmink, Mariet en de andere gastdichters, zoals Patty Scholten, Jan Boerstoel, Ivo de Wijs, Jan J. Pietersen, Frank van Pamelen, Jean-Pierre Ravi, Anne Broeksma en natuurlijk Peter Knipmeijer. Peter Knipmeijer is de nieuwe gastdichter en die heeft dit jaar de regel bedacht: daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken. Alles wat goud is, blinkt hier als spiriet. Zelfs in mijn koortsige midzomernachtdromen weet ik niet meer of iets echt is of niet. Dank jullie wel. Al loopt de weg zo dood als wat.
Of gaat opeens de telefoon, of sterft er iemand plotseling. Of je wordt ziek en weer gezond, het leven gaat gewoon maar door. Ik ben de schoonzus van Gerard Havekort. Mijn man Jos, dat was zijn broer. Eén herinnering aan Gerard. Nou, ik mis hem ontzettend, want wat we dus vanmiddag gedaan hebben, dat deden we altijd samen. Dus ik heb nu een lied gezongen waarbij hij altijd naast mij stond en die dictie altijd precies gelijk moest zijn. En dat ging eigenlijk bij ons tweeën vanzelf. Wij voelden elkaar enorm goed aan wat dat betreft. Dus dat is eigenlijk mijn fijnste herinnering aan hem, het samen zingen. Bezig, elke avond in de weer. Want we willen het wel rustig, maar we kunnen het niet meer. Maar we blijven ervan dromen. Van een geitje aan een touw, een kalebas voor het raam, een pompoen voor de deur. En auw! Maar lieveling, wat ben je aan het doen? Dan val ik weer een keer over die kutpompoen. Avondmens, vogeltje, wat zing je vroeg? Pang! Zo, dat is wel lang genoeg. Dank je. Stout rondeel. Een mooie vorm die iets te zeggen heeft. Daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken. Die zich niet 1, 2, 3 gewonnen geeft, maar daarna bij me blijft tot aan het ontwaken. Er is echt niets dat meer voldoening geeft. Wie dit niet rijmen kan, die is te laken. Een mooie vorm die iets te zeggen heeft. Daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken. Het listig web dat zij gesponnen heeft, de muze wist me tot haar slaaf te maken. Voor dubbelzinnigheden wil ik waken, maar het zoete woord dat aan haar lippen kleeft. Daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken.
Gert-Jan Bos, gemeente Almelo. De laatste paal is geslagen. Klopt, precies. De laatste van de dag. Hoeveel heb je er deze dagen al gezet? Samen met mijn collega's, ik denk wel 60 tot 70 borden. En verkiezingsbordjes, verkiezingshokken rondgebracht. En de kliko's, daar zijn we al 3 dagen mee bezig. Dat betekent dus donderdagmorgen alles weer ophalen? Ja. Klopt. Alles weer ophalen. Voor de volgende keer staat het dan weer gereed. Goed. Jullie hebben 2 ploegen die dat doen. Ja. Jij bent de ploeg die de borden plaatst bij de diverse stemlokaals. Ja. Wat doet de andere ploeg? Die brengen de kliko's rond en de stembussen dus en dan de hokjes naar de locaties toe. En het stemlokaal is helemaal in gereedheid gebracht. Voorzitter is Guus Ardes. Guus, was het moeilijk om de nieuwe stemhokjes op te zetten? Het was wel even kijken, maar met verenigde krachten lukt het uiteindelijk wel. Ja, het was toch wel een bijzondere situatie naar de houten hokjes. Door de bank genomen zitten we hier op 900. Maar morgen denk ik dat het wel minder wordt qua opkomst. Waarom denk je dat? Nou, gezien het weer wat kan veranderen. Als het slecht weer is, wordt het wel minder. Dan wordt het 600, denk ik. Ja, dan moeten we dan afwachten. Vorige keer was het 300-400 stemmen minder dan bij de gemeenteraad. Dus er is nog wel een inhaalslag te maken dan. Vind jij de opkomst van de lokale partijen belangrijk? Het heeft wel voordelen. Ik denk dat het meer betrokkenheid kan geven. Maar aan de andere kant blijkt het ook tot enorme versnipperingen te leiden. Met veel plaatselijke partijen die toch erg veel op elkaar lijken. Het stembureau is klaar. Als je zo om je heen kijkt, ben je dan tevreden? Ik ben tevreden, ja. Het staat er precies zoals een paar jaar terug. Het gaat allemaal goed zo. Is geen probleem. Nooit problemen gehad hier. Zelfs de burgemeester komt langs. Nou is er een stemming ook voor het referendum. Ben je niet bang dat mensen het stembiljet in de verkeerde bus gaan stoppen? Daar ben ik voor. Dat komt wel goed. Om 7 uur zijn jullie hier. Om 7:30 gaat het stembureau open. En voordat het 21 uur is, 9 uur, is een hele tijd. Dat klopt. En de leden van het stembureau, behalve de voorzitter, die hebben dus een wisseldienst. Of ze zijn dus morgens of 's middags, maar allemaal vanaf 7 uur wel weer aanwezig. En dan komen om 9 uur de tellers ook nog. Alleen de voorzitter is de gelukkige, die mag van 7 tot, dat zal wel 12 uur worden, 1 uur, ook nog naar het stadhuis toe. Of liever gezegd naar een andere plek, de keer naar het werkplein. Maar we hopen dat het hier toch qua telling goed gaat. En dan, dat scheelt zo'n 1/2 uur. Kun je die stemhokjes niet andersom zetten? Wat zegt u? Kun je die stemhokjes niet andersom zetten? Hey, nee, misschien hoort het ook andersom, zal ik je vertellen. Ja, dat in principe hoort het andersom hoor. Normaal komen de mensen van de voorkant erin. Nee, ik bedoel dit zo. Zit op de kop. Andersom. Dat zit de onderkant in. Ja, maar wie doet die lamp naar boven op de grond? Wie doet die lamp naar boven in de grond? Kunstenaar Ali Kuba maakte in 1977 dit kunstwerk van roestvrij staal en polyester. Laat je blik als een knikker over en door dit kunstwerk rollen.